Aalst-Emmen er 12. Antwerp, Cercle Brugge en Sint-Truiden 11 punten. Lommel en Charleroi 10 punten. Oostende voorlaatste met 8 punten. En Luik nog altijd op de laatste plaats met 7 punten. Naar een Anderlecht. De twee ploegen die samen aan de leiding staan in eerste met 3 punten voorsprong op Club Brugge. Een topper die Standaard de afgelopen 9 jaar niet kon winnen. En we moeten al teruggaan naar het seizoen 85-86 voor de laatste thuiszege van de Roesjes tegen Anderlecht. Vorig seizoen won Anderlecht zelfs met 0-3, 3 doelpunten toen van Luc Nilis. En de nederlaag leidde tot het ontslag van de toenmalige Standaardcoach Arie Haan. Weer naar vanavond. Bij Standaard kwam Genot terug uit schorsing. En dat was ook het geval voor de jonge Celestine Babayaro van Anderlecht. De samenvatting met commentaar van Dirk de Ferme. 17 minuten spelen we bijna. We zijn bij Genot. Standaard is het best aan de wedstrijd begonnen, maar weinig openingen heeft dat tot nog toe opgeleverd. Goeie bal van Genot voor Betagno. Voorzet ineens. Nee, de dreiging was er. Nu komt de voorzet. Bal valt goed voor Vidmar. Gosens moet hem oppikken, uit de lucht halen en dan weggewerkt door Dol. Maar het is niet gedaan. Betagno. Hij stelt het zelf. Genot ineens voor de pot. Vidmar kon koppen, maar de wilde lag in de weg. Of kwam in de weg staan. Maar de Roesjes blijven in balbezit. Schepens. Is die voorzet goed? Hij is goed, maar hij valt wel in de armen van Philippe de Wilde. Dreiging vanwege de Roesjes die het openingskwartier gedomineerd hebben. Veel feller, Anderlecht een beetje afgebluft, een beetje weggezet op fysieke kracht. Nog eens de Wilde goed voor Vidmar. 20e minuut, Gunter Schepens gaat gooien voor Standaard. Betagno van rechts naar links gekomen. Goochelen met de bal, kort kappen en dan een hele scherpe trap die onderschept werd door Philippe de Wilde. 20 minuten spelen we. Nog eens het goochelwerk van Betagno, dan die snelle korte kapbeweging en die trap die de Wilde uit de hoek moest halen. Leonard aan de rechterkant zowaar. Probeerde Genot te bereiken, die houdt de bal binnen. Betagno. En dan Leonard. Met een pil tussen de palen. De eerste bal die echt goed tussen de palen kwam in deze wedstrijd. Hellers. Leonard. Verre kruisbal en die komt perfect voor Betagno. Naar binnen kort. Gosens draait en schiet naast. Het gevaarlijke werk komt nog altijd alleen maar van de Roosjes, van Standaard. De grijze Wallem. Dat is een goeie voor Bosman. En nu dan, Rutjes. Zo ver opgerukt omdat er net een corner geweest was. Kijk nog eens. De bal van Wallem. Bosman wil vlammen ineens en dan dwarrelt die bal bijna tot bij Graeme Rutjes. Ritschkoff en Genot. Slepende voorzet. Ingekopt door Alain Betagno. 1-0 voor de Roesjes. 4 minuten voor de rust. En de mooie duik. Na dat mooie doelpunt. Hij is verslagen. Dan toch. Daar komt hij nog eens. Die hele mooie, hele goede voorzet van Regis Genot. Babayaro eronder door. Perfect op de knikker van Betagno. En de Wilde. Geen reactie, geen kans op die kopbal van Betagno. Nog eens de goal van Betagno. Zijn tweede doelpunt dit seizoen. Het moet deugd gedaan hebben. Als de rook hier weg is, dan is de eerste helft waarschijnlijk gedaan. En zo is het ook. 1-0 de stand bij de rust. 9e minuut, tweede helft. 9 minuten al loopt Anderlecht achter de bal aan. Vidmar gaat in het gat. Kreeg de bal van Leonard. Schepens neemt over. Infiltreert. Gunter Schepens. En dan opgeruimd door Graeme Rutjes voor Michael Gosens. Een van de betere hier. Michael Gosens die speelt een hele sterke wedstrijd. Maar zijn doelpunt krijgt hij voorlopig niet. Dat was Vidmar. Overname bij Schepens.
Emmers in de achtervolging. De paas komt. En dan is er Rutjes voor Goossens. 13e minuut, tweede helft. Michael Goossens met Crasson. Goeie voorzet. Fit maar niet. De Wilde, die heeft zijn werk al gehad. Walem naar Mark de Grijze en die naar Per Zetterberg. Dol. Verloren gekopt in de voeten van Gunter Schepens. Gepakt, neergelegd door Crasson. Er is eigenlijk nog nauwelijks iets gebeurd wat overtredingen betreft in deze wedstrijd. Dus wat mij betreft kan Eric Romain het bij geel houden. En dat doet hij ook. Johan Boskamp gaat wat proberen. Hij haalt Graham Rutjes naar de kant en hij brengt jouw preco. Het is vrijdag, jouw betekent donderdag. Dus het is niet echt zijn dag vandaag, denk ik. Betanjo. Zetterberg, goed gedaan. Helders nu voor Standaard. Maar Boffin wint het van hem. En de paas is voor Preco. Die wil op snelheid langs Leonard, maar die speelt secuur. Die speelt sterk. En dat doen ze eigenlijk allemaal hier. De thuisploeg. Emmers. Dat is goed. Walem en Preco waren dat. Dit is Walem. En die schiet. En is die bal erin geweest. Het schot van Johan Walem. Ging onderkant deklat weg van de goal. Maar balbezit Anderlecht. De Grijze. Walem nu. Walem is door. En die scoort toch wel zeker. Johan Walem. Eerst onderkant lat. En dan scoren ze een derde goal dit seizoen. En de furie van Genoa. Op zo'n doelpunt lopen. Even waren ze van slag af. In de verdediging van Standaard. En Anderlecht komt op 1-1. Daar is het nog eens. Een tikje van Boffin. Walem dan. Schepen staat ernaar te kijken. Walem gaat door en werkt koel, koud af met een heel mooi stiftballetje. We spelen 26 minuten in de tweede helft. Precies naast de paal. Bodaar geklopt. Wassage gaat eens kijken naar de klok. Ik zal hem helpen. 9 minuten nog. Vrije trap. Genoa. En dat was Goossens. Nog eens een standaardspeler in de vuurlijn. Aan het kanon Michael Goossens. De thuisploeg moet de wedstrijd snel weer in handen nemen. Willen ze hier winnen. Hellers opzij voor Schepens. Buitenom bij Preco. Dat is geen verdediger natuurlijk. Nu wacht Emmers. Schepens. Laag balletje. Niet echt. Heel goed gericht. En dus simpel oppakken voor Philippe de Wilde. Maar de dribbel was goed. Schepens langs Emmers. Eerst ging hij al langs Preco en dan dat schotje. Dinga. Op dit moment maakt scheidsrechter Romain er een einde aan. Het intrinsieke technisch vermogen van Anderlecht werd hier in de eerste helft zeker in de kiem gesmoord. Door de fysieke kracht van de Roesjes. Maar één schicht en één klasseflits van Johan Walem heeft de 1-1 op het bord gebracht. Arc qui a fait que on a un peu baissé le rythme je crois et alors jusqu'à la fin du match les deux équipes ont joué le match nul je crois parce que ça contentait tout le monde. Et le Standard n'est pas content avec ce match nul hein? Non, je pense parce que dans l'ensemble du match comme je dis pendant 70 minutes on a fait le jeu, on s'est créé des occasions, on n'a pratiquement pas vu Anderlecht aux avant-postes et malheureusement pour nous on prend un but à 20 minutes de la fin et de nouveau le match est terminé. De tweede topper voor Anderlecht thuis tegen Brugge waren jullie eigenlijk de mindere, maar winnen jullie hier ook de mindere lange tijd en een gelijkspel? Ja, we moeten eerlijk toegeven dat we met die 3 of 4 ruim bediend zijn geweest. Dus maar ik heb het net gezegd, we moeten tot en met nieuwjaar zien dat we bovenin blijven. En dan proberen de tweede ronde wat beter voetbal te brengen. Wie maakt de sterkste indruk, Standaard of Brugge? Alle twee. Ik vind ze alle twee vrij sterk. Dus ze hebben alle twee goed gespeeld tegen ons met goed voetbal. Dus, maar ja, we staan nog voorlopig bovenaan. Dat telt ook mee. Dus we doen ook mee voor de titel. Johan Boskamp zei daarnet, er zijn nu duidelijk 3 titelkandidaten. Durf je dat aan om dat te beamen? Ik denk dat ze hier zo lang mogelijk de druk willen weghouden. Maar eens je
10 wedstrijden voor het einde. Dus je bent en je staat nog altijd bij de eerste drie. Ik denk dat je er moet voor gaan. Maar op... Nu is het nog te vroeg dan? In ieder geval voor ons is het op dit moment nog veel te vroeg. Ik vind met nog 20 wedstrijden te spelen veel te vroeg is voor zo'n conclusie te trekken. Ik vind ook dat men vergeet een beetje te gemakkelijk een formidabel ploeg als Club Brugge in feite. Hè. Ik denk dat twee... Er kunnen toch best drie kandidaten zijn? Ja, de twee echte kandidaten, erg gekend op voorhand, zijn Anderlecht en Club Brugge. Maar wat ik durf zeggen, dat is dat na die 14 wedstrijden Standaard op zijn plaats zit in de rangschikking. We hadden hier kunnen verliezen, maar de ploeg is toch zich blijven inzetten tot op het einde, is te kunnen terugkomen. En op Standaard is toch altijd zeer verdienstelijk. Ik ben tevreden. Die klasseflits, dat is nog altijd Anderlecht. Dat is er altijd. En dat, is, dat maakt het mooie van het voetbal. Standaard is gedurende een uur zeer rap op de bal geweest, zelfs rapper dan wij. Maar nadien hebben ze toch een klein beetje tempo laten zakken. Zijn wij terug echt in de match gekomen. En dan op het laatste was het nog kantje boordje. Maar enfin, het was... Ik zou overdrijven, moest ik zeggen, dat we meer verdienden. Nee, 1-1 is voor ons meer dan verdiend.